De Alpheman presenteert De kleine Johannes Johannes is een kind dat ervan houdt om buiten te chillen. Op een dag stapt hij in een bootje en is er opeens een grote libel. De libel blijkt de elf windekind te zijn. En samen beleven ze veel insectenavonturen. Zij komen een schoolklas van krekels tegen, een konijnenhol en een wierenleger. Dan komen ze ineens de kabouter Wistik tegen. Wistik zoekt naar een boek waar alle levensvragen beantwoord worden. Johannes wil wel helpen zoeken, waardoor windekind boos wordt en Johannes nu weer een echt mens wordt. Johannes wil niet meer terug naar huis en mag bij een tuinman wonen. Daar ontmoet hij ook Robinetta. Johannes wordt verliefd en vraagt Robinetta of zij het boekje met alle antwoorden heeft. Ze laat hem de Bijbel zien, waarop Johannes zegt dat het het verkeerde boek is, en weggestuurd wordt. Dan komt Johannes, de mysterieuze figuur, pluizer tegen. Hij laat Johannes al het leed van de wereld zien. Johannes gaat bij dokter cijfers studeren om het boek met antwoorden te vinden, maar verlangt steeds meer terug naar vroeger. Op een dag gaan ze naar Johannes Oude Huis. Daar ligt zijn vader op sterven. Johannes is de gemeene pluizer zo zat dat hij met hem op de vuist gaat. Johannes wint en mag van de dood nu kiezen tussen meegaan met Winnekind of lekker mens blijven. Johannes blijft lekker mens. Einde. Lees dit boek als je geïnteresseerd bent in praten met dieren, levensvragen en sprookjes.